Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van de Pokémon Monotype Generations. Yay! Waarbij ik nog Yay! Één level moet gaan trainen en dan ga ik alsnog de league proberen. Milan is in Winona's gym. Aan het doen? Ja. Oh, nice. Neem me nog goed onthouden. Jordi loopt even 5 gens voor, maakt niet uit. We weten toch al dat hij deze race gewonnen hebt. Ik ga grinden. Jordi en Grindr? Niet dat je tijd verliest hieraan, want ja, we gaan... Ja, duidelijk. Maar ja, ik moet grinden. Als ik nou de leak ga doen, word ik gewoneshot of psychic. Dat zou niet fijn zijn. Ja, ik hoop het gewoon vandaag eens een keer te gaan halen, maar... Dat hoop ik ook. Ik moet 2 levels pakken, nee. 3 levels pakken en dan heb ik hem. Ik ga het vandaag niet halen, maar ik hoop wel echt een heel eind te kunnen komen. Mm-hmm. Maar we beginnen vandaag met de hele goeie. Heb jij nog Bulk Up, Harm? Oh ja, heb ik nog Bulk Up? Daar wij het nog even over. Van het weekend. Volgens mij wel, hoezo? Heb jij Brick Break? Nee. Heb jij... Bulk Up heb ik, ja. Physical... Move voor Medicham. High jump kick. Naast high jump kick en strength. Nee. Heb je iets wat hij waar hij ghost types mee kan raken? Nee. Want Shadow Ball heb je al geleerd aan iemand anders, hè? Shadow Ball heb ik al aan elke Zem geleerd. Je hebt toevallig geen hard skill? Nee, die zou ik in moeten spannen. Want wat wou je zeggen? Dan had ik gewoon gezegd van fuck it. Dan gooi je Brick Break erop in plaats van high jump kick. Want met Bulk Up, doe je 2 à 3 Bulk Ups, dan doet zo'n Brick Break gewoon genoeg. En heb je niet de recoil van high jump kick als je mist. En als je move had waarmee je ghost kon raken, die ook nog tussen haakjes gewoon ghost kon raken, maar nu heb je strength en hij jump kick, dat raakt ghost types niet. Ja, maar Medicham is maar level 41, hè? Ja. Ghost is physical, dus met Bulk Up, als je niet meteen je one shot, dan kan je met Bulk Up al aardig veel dingen doen. Ze houden ervan om Shadow Ball te spammen tegen Medicham. Oké. Okay. Ik zou niet eens weten hoe ik moet setuppen. 1 move, heal, nog een move, heal, nog een move, heal. En dan hopen dat je niet wordt gekrit. Nou ja, als Shadow Punch er bijna 100 damage doet, gemiddeld. Mm-hmm. En hoeveel HP heeft Medicham? 103. Ja, nou, kan je 1 Bulk Up doen, kan je daarna gaan healen, weer 1 Bulk Up doen, weer healen. Ja, maar wat moet ik hem leren dan? Want dan zou ik nu PK Hex aan moeten zetten, want ik zou niet weten hoe ik alles moet doen. Want ik weet niet... Ja, Rock Tomb doet te weinig, Facade doet niet dat, Overheat is special. Overheat kan hij het ook niet leren. Nee, ik was even de gyms aan het laag gaan. Heb jij nog TM's? Weinig. Ik probeer een beetje mee te denken met jou. Ja, nee, snap ik. Ding. Kijk, Medichamp, die moet gewoon ook eigenlijk Steven kunnen hitten. Ja. Precies. Kijk even of je een TM hebt die Medichamp kan leren die niet... Verzad. Normal of fighting is. Aha. Ja, nee, dat houdt het wel op. Dat heb ik niks. En een foresight leren heeft geen zin. Ja, het enige wat ik zou zeggen is, als ik een hard skill zou... Ik weet eigenlijk niet wat handig is. Ja, want Ghost is physical. Het enige wat ik nog kan bedenken. Wat is de moveset van je Kledel? Van Kledel? Ja. 2 seconden. Dat is Psybeam, Ancient Power, Earthquake, Hyperbeam.
Ja, dingen zeker. Heel jammer is dat Claydol geen bulk-up kan. Hij is defensive, maar dan zou je bijna moeten gaan gokken dat Ancient Power om die boost krijgt. Maar ja. Ja, dat gaat ook niet werken. Want, kijk, het voordeel aan Claydol is hij kan één hit taken. Ja. Dan zou ik dus met Ancient Power moeten bidden tot ik de boost krijg. Maar ja, dan moet ik daarna gelijk een potion erin douwen. Dan moet ik hopen dat die hit niet hetzelfde move is en niet een critical hit wordt. Ook al heb ik een defense boost. Mm-hmm. Het is gewoon kut. Het is gewoon helemaal kut wat ik heb eigenlijk. Ik bedoel, ik heb nu Gardevoir en Alakazam zijn nu allebei level 50. Mm-hmm. Nou ja, ik ga nu even wat kijken of ik nog geld heb voor om uit. Nee, ik heb geen geld meer om uit te kopen, dus ik heb ook geen geld meer. De moves die ik heb, waar ik echt geen klote dus aan heb, zijn Water Pulse, Calm Mind, Bulk Up, Bullet Seed, Sandstorm, Aerialize, Facade, Sacred Power, Steeling, Skill Swap en Overheat. Waarschijnlijk kan je niet leren, maar kan jij Sacred Power? Ja. Yeah. En Aerialize voor me checken of die of Medicham die kan leren. Secret Power kan met Secret Power Secret Power kan Medicham leren. Maar Aerialize niet volgens mij. Ik kijk even na. Not able. Hmm. Ja, soms zouden ze dat kunnen, maar oké. Okay. Dan ga ik heel even kijken wat Secret Power triggert. Niks. Secret Power. Nee, secret building en linked. Dat is strength en slam. Nee, ja, dat kan dus niet. Want ja, Colosseum heeft een andere, maar dat... Pak even de TM-lijst erbij van... Gen 3. Ja, ik heb ook te weinig items eigenlijk voor het hele, voor het hele geheel. Mm-hmm. Medigham. Gen 3. Dat is het enige mooie aan grind. Ik kan het letterlijk nu met één hand doen. Even kijken... Ik zou het wel heel fijn vinden namelijk als ik vandaag nog een Sinnoh terecht kan komen. Ja, nee, dat snap ik. Daarom kijk ik ook eerlijk gezegd een beetje met je mee. Kijk, want voor Milan hoef ik even niet mee te kijken. Die Die redt zichzelf wel, hoor. Die redt zichzelf voor nu wel. Toch, Milan? Zeker. Daarom. Als ik nu even naar mijn poker te zeggen wie Pokédex ga. Ruby Sapphire. Psychic. Medicham. Even kijken. Ja, het kutte is, hij kan de elemental punches leren. Ja, maar ja, daarvoor moet je... Hard skills hebben. Hard skills en alle elemental punches zijn special. Dat is, heb je dus ook geen kloot aan. Had jij al iemand Rock Tomb geleerd? Ja, want blijkbaar wel, want ik heb hem niet meer in mijn TM-lijst staan. Aha. Ja, ik zit ook verder te kijken, maar Medichamp leert letterlijk geen andere fighting move. Ja, reversal. Ja, nee. Hij leert geen move waar je wat aan hebt. Dus wat even kijken naar de TM's die er zijn. TM's heeft hij ook niet. Nee, het is ook... Ja, Brick Break. Ja, maar ja, dat heb je ook niks aan tegen Ghost. Nee. Kijk, Phoebe is gewoon een bitch. Phoebe is een bitch, ja. En kijk, en egg moves, ja... Ja, egg moves heb je geen toegang tot. Zo simpel is het. Als we toegang hadden tot egg moves, dan had iedereen nu een broken mom gehad ondertussen. Even kijken, want jij hebt... Ja... Ja, ik kan hem Rock Smash leren, maar ja, dat is het enige... Rock Smash, Rock Smash dat doet 20 damage. 20 damage is dat. Ja, los daarvan, maar met Rock Smash doe je ook niets tegen Phoebe. Nee. Want, eerste ding, ik maak me geen zorgen dat jij het niet haalt tegen Sydney. Sydney is, is een peanuts voor mij. Ja, je raakt high jump kick of je raakt prik met klaar. Maar Phoebe is een beetje het ding, want het mooiste daarvoor heb je een dark move of een ghost type die, of een ghost move die heel hard hit. Ja. Zou ik Medichamp in ieder geval bulk-up leren? Doe dat tenminste maar, want dat is al een goed begin. Zo, in plaats van Psy-Cup leert hij bulk-up. Beter! Ja.
Ja. Ik heb gewoon geen counter tegen Phoebe. Dat is het kutte. Oh, ik pak even mijn eten. Eet smakelijk. Ik vind dat zo moeilijk. Wat? Eet ophalen of... Nee. Nadenken op Phoebe. Ik vind Phoebe is gewoon echt de bitch. Ja, want Phoebe ook al zou ik nu alles naar 50 trainen, alles. Ja, alles wordt ge-one-shot. Nou ja, wordt niet ge-one-shot, maar het heeft maar 1 à 2 hits nodig en je bent klaar. Dat dus. Wat ik ook nu gewoon kan doen is gewoon een attempt proberen. Kijken ja, of kan komen. Kan ook. En dan mocht ik het niet halen, ik save hem nu voor de ding. Mocht ik het dan niet halen, ja. Dan kan ik altijd nog iets anders gaan proberen. Maar ik heb nu dingen geprobeerd en ja, ik zie het wel. Ja. Ik begin toch met Medichamp, dus... Ja, kijk, ik ben wel fan van Grumpig, maar zelfs Grumpig kom je niet door Phoebe heen. Nee, het is echt om te janken. Zelfs met Lunatone is het niet te doen. Ah, je hebt ook nog Lunatone, ja. Ja, maar daar red je het ook niet mee. Nee, klopt. Mighty Hyena. Machtige Hyena. Wat heb je besteld, Milan? Een pizza. Een pizza? Jazeker. Bij dezelfde plek waar wij... Nee. Oké, andere plek. Oké. Nom. Ah, kut. Zit een tekst bij me. Fuck. Hé, verdorie. Fuck. Hoe gaan we met Winona? Die heb ik al geslagen. Goed bezig. Oké, ik reset hem al gelijk. Ja? Nou ja, eigenlijk Ascent Attack spammen. Dat is geen goed begin, nee. Oh kut, nu heb ik niet gewisseld. Nou ja, fuck it. Gaat het mij op dat die Mighty Hyena maar als eerste dood is. Als die Mighty Hyena dood is, dan komen we in heel rent. Lang blijft ook hoger level ben dan... Ja, snap hem. Dan is een Mighty Hyena bijvoorbeeld. Hoppa, Thunderbolt in je back. Dat lijkt me pijnlijk. Bijna 1-hit KO, prima. Mooi. Ja, jenk er maar gelijk veel restore in. Dan ben je er gelijk vanaf, dat is allemaal. Laten we raden, ik ga hem gelijk missen natuurlijk. Zo, dit doet pijn. Paralyzed, nice. Zo, nog één. Oké, mooi. Mighty Hyena is down. Next. Cacturn. Oké, nu wisselen Medichamp en vanaf daar gaan kutten. Oké. Beginnen met Bulk Up. Cotton Spore, serious. En toen hadden wij een Lampent. Yay. Fuck off met je critical hit. Gezeik. Toegeef, ik kan de leak nog steeds niet in, ook al zou ik willen, want het ijs nog niet uit. Sad. Hij doet 1 keer needle arm. Deed gelijk een critical hit. Deed gelijk 90 damage. 95 damage zelfs. Weer needle arm. Ja, fuck off! Hoe kan dat? Wat? Niels Arm kan flinchen? Ja. Nooit geweten. Omdat het vaak normaliter niet gebeurt. Echt wat? Ah, Jezus. Christus van Nazareth. Ik ben gelijk gelietziet. Dat is minder. Heb ik voor saus heb ik dus even lopen bulkuppen. Ja, dat is het nadeel van de setup techniek. Nou, dan gaan we voordelen. Dan gaan we sacrificen. Hyper potion. Nee, dat is geen hyper potion, maar het is gewoon een super potion. Die 1 HP, dat neem ik voor lief. Snatch. Bullet filled. Sure. Snatch, again. Ik heb nu 2 beurten dat zowel de tegenstander als ik mis.
dat zijn altijd de legendarische versies. Het is zo'n dag. Ik heb een Absol die alleen maar Snapchat spam is. Ik ben gewend dat nieuwe items onderin komen. Mijn plekken waar het komen ze dus bovenin. Eigenlijk beter. Eigenlijk ook, maar je bent gewend dat ze onderin komen. Nou. Okay, dan heb ik 2 klussen gedaan. Ik moet nog 2 kleine dingen doen en dan kan ik beginnen aan de liefde. Is je echo uitgebloed? Nope. Dat is ook een van de 2 dingen die ik nog moet doen. Maar ik moet nog iets ophalen. Dus dan doe ik dat meteen. Nou, Sharpedo, halen we. The Witch. Ja, dat dacht ik al, Swagger. Oh god. Come on, Medichamp. Come on, come on, come on, come on. Godver. Kut, sorry. Ja, dat dacht ik al, Surf Rip. Ripperonis. Fuck, 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 fuck. Zo. Ja, surf maar. Af en toe stop ik deze game niet, maar dat ben ik. Ja. Maar normaal heb je ook andere dingen als je die game doet, dus. Altijd maar een Pokémon die surf kon, weet je? Nou, dat is ja, wel veel, ja. We hadden het gezegd over die Starmie, hè, maar... Ja, gezegd over die Starmie. Ja. Ja. Ja, dit nog eens om te halen, maar dat was wel iets wat had kunnen helpen. Serieus, fake out. Ja. Extrasensory. Jezus. Christus van Nazareth. Godverdomme. Nou zeg. Echt waar, wat een gezeik. Mm-hmm. Oh ja, ga je dubbelteam nu spammen dan met je bek, halve tanden. Zo. Moeten van te worden. Mm-hmm. Oh god, die is dubbelteam spamming nou. Dan gaan we jou toch lekker confusen, ik kan mij het verrotten, dan ga je toch daar lekker dood dan. Zo, became confused, you. Deze random trainer op een route heeft een Milotic en een ongevoelde store. Nou, dan weet je het al. Veel plezier. Oh, ik weet precies bij welke trainer je bent gewoon. Milan, we horen je over een uur weer. Ja, mooi. Ja, wat gezeik. Maar dit is een flinch. Serieus. Serieus. Hij is serieus. Mm-hmm. Mistrotten. Hey hoor, wat een armoede was dit zeg. Mm-hmm. Fucking atrocious. Oké, Sydney is verslagen. Nice. Ja. Hij was het probleem ook niet. Nee. Ik heb alleen weer te veel items gebruikt en te veel PP gebruikt. Maar ja. Zeer sad noemen ze dat. Met wie ga ik starten? Met mij. Kleedel. Why? Earthquake spammen tegen de Dusclops. Hij is level 40. Ja. Als jij het zegt. Ja, het is ook nog gewoon kut dat die pressure als ability heb. Mm-hmm. Okay. Nou, kom maar op, je bitch. Als ik maar het kutte is, als ik haar verslagen heb ik nog steeds dus ik bij de volgende alsnog allemaal met een probleem. Ja, oké, maar de volgende keer gewoon raken met strengt. Het wordt niet per se makkelijk. Nee, maar de volgende keer gewoon raken met strengt. Ja, op die manier.
Yo, ik ben sneller, met. Heel ziek. It hurt itself, a confusion. Shadow Punch, Lamorado, one hit KO. Oh, je leeft nog, Kledel. Dit doet pijn. Ik weet niet hoeveel Shadow Punch die hebt, maar... Volgens mij Shadow Punch 15 of zo. Nou, dan gaan we toch lekker potion spammen. Maakt mij het wat uit. Mm-hmm. Er zit natuurlijk net een keer de quit tussen. Lekker Josse move die lekker zo'n range hebt. Dat is echt fantastisch. Ja. Daar worden we heel vrolijk van. Nu is mijn tweede ding regelen. Wacht tot mijn ding is gehatcht. Door de ren over bruggen, denk ik. Nou, ik fiets gewoon heen en weer voor de league. Dat is echt heftig. Wat, de Milotic of het feit dat ik heen en weer moet rijden voor de league? Nee, dat heftig is dat ik even Gen 6 ben voordat ik Benjamin 4 ben. Ja. Laat maar ophouden dat Ember een beest is. Ik ben echt serieus nu postjes aan het spammen, hè? Mhm. Nu weet je wat ik deed in Gen 4. En ook in Gen 3. Natuurlijk Future Sight. Step out of confusion, mooi. Godverdomme. Ik had het voordeel dat... ze geen Shadow Punch voor mij deden, omdat het resistant was. Nou, raak gewoon. Ja, took a future side. Doen we niet aan. We doen niet aan raken, we doen aan missen. Heel veel missen. Ninjask doet aan heel veel dubbelteam. Mm-hmm. Wat een lul. Hij is plus 6 dubbelteam, denk ik. Je hebt niet iets als Swift of Faint Attack of Aerial Ace? Nou ja, ik heb wel Faint Attack op een Pokémon. Maar niet die ik op dit moment gebruik. Oké, dus klopt je snelle kloten. Dat is lekker. Lekker Kledel. B-net, next. Even denken. B-net is niet zo defensief als Dusclops. Shadow Ball LKSM dus? Ja, kan op zich. Pardon. Meer dan van de tijd gaat hij toch willen wispen, dus... Oké, Chandelure, jij bent klaar. Dan gaat de experience share op de net gehatchte Lavesta. Oh kut, dit was de trainer met de Milotic. Oh god. Shadow Ball, Cat Shadow Ball. Ja, lekker. Echt, elke Zem is echt stront. Het is gewoon klinklare stront. In die game? Fucking hell, mate. Eén Shadow Ball, ben gewoon dood. Ja, dat is het kloot aan het feit dat Shadow Ball physical is. Fucking hell. Nog een B-net. Ja, twee B-nets, twee Dusclops en één Sableye. Wow, Psychic B-net, one hit KO met Gardevoir. Holy fuck. Die zag ik even niet aankomen. Ben ik eerlijk gezegd ook niet, maar... Nou, dan gaan we weer. We gaan nu met de volgende Dusclops kutten met Earthquake. Mm-hmm. Kut, ik heb geen Earthquakes meer. Alle Earthquakes zijn op. Oh nee. Psybeam! Kabooming! Kut, het heeft hetzelfde confusion. En die is Shadow Ball. Ja, dit is een 1-hit KO. Oh, hij leeft nog! Woi, yo. Hij leeft nog. Hij leeft hoog, hij leeft hoog. Leven hoog. Ja, dit is gewoon een range rip. Step out of confusion. Kom op, Psybeam, confusie flikker. Fuck, Ice Beam, ja, rip. Ripperoony. Ja, healen, heal tijd. Mm-hmm. Revive. Yeah. Zo. Dat houden we bezig. Okay.
Ga je eigenlijk direct naar Mount Pyre toe, Milan, of ga je eerst naar Lilikov? Eerst naar Lilikov. Maar ik ga eerst naar de Safari Zone voor mijn laatste Pokémon. Voor je Vampie? Voor mijn Vampie. Want jij bent fan van, je bent fan van de Pie. Klopt. En later fan van de Don. Ja. Oké. Okay. Okay. Hoe gaat het met de Dusclops? Ik ben gewoon wat shit aan het proberen. Ja. Yep. Fuck. Echt waar? Serieus? Wat? Ja, critical hits waar je stront ziek van wordt. Ja. Ja, dus je kan je op 26 dingen voorbereiden, maar crits kan je nooit op voorbereiden. En de Citrus Berry. Tuurlijk. Psybeam die handel. Became confused. Zo. So. It hurts. Ja, en nu gaat ze zeker veel restore doen met de back. Ja, dacht ik al. God, choleratieve tering. Teringwijf. Nou, kom op. En nu weer confused met die handel. Nu ben ik geconfused. Krijg de tering. Laat me raden. Ja, dacht ik al. Ieder hetzelfde confusion. En dan krijg ik een Shadow Ball eroverheen. Ja, en dat is de dood van Kledel. Nee, ik leef nog. De tering. Nou, knap zeg. Nou, Kledel is confused. Ieder hetzelfde confusion. Tuurlijk. Wat een eet, sorry. Ik heb alleen nog Garden voor. Oké. Okay. Psychic, we zien wel waar het komt. En het killt niet. Oké, ik ben confused. En weer een full restore. Ja hoor. Tuurlijk. Kom maar door. Wat is dit voor aids? Ja, dat is Phoebe voor je. Nou, de special defense is gedropt. Gardevoir is confused. Ik dacht dat ze... Oh, niet zo. Het gaat pijn. Nou, ik alleen nog Sableye. Je kan het. Oh, maar ik heb bijna geen PP meer, dus dat is ook lekker. Helemaal ruk. It hurt itself a confusion. Fantastisch. Het zou wel mooi en zijn. En Shadow Ball dat... eroverheen. En ik bleef nog. Nou. Ik wil net zeggen, het zou nog mooi zijn dat jij van deze aflevering net Phoebe doorkomt. Ja, het is echt ongelooflijk dit. Dit gaat echt nergens over. Kan ik ook oude... Fuck off, game. Fuck off. Attract. Ja, tuurlijk. Serieus dit? Are you fucking kidding me? Het is een hele... attractieve charmante... Sableye. Echt, loop naar de godverdomme game. Oh. Ja, joh. Tuurlijk ook nog mijn special events dropt. Ja, joh. Verzin nog wat. Fucking hell. Ongelooflijk. Wat een gezeik. Gardevoir is love with Sableye. Gardevoir is immobilized by love. Sableye uses Shadow Ball. Gardevoir is almost death. Ja. En je kan even niet wisselen om een hit te tekenen en hem te healen? Of wisselen? Ik heb alleen nog Gardevoir over. Ja, oké, dan kan dat dus niet. Gardevoir is in... Ah! Val dood met je tyfusmeuk. Ongelooflijk dit. Ik kan dat level 100 trainen, dan weet ik toch dat het niet gaat lukken. Weer immobilized by love. Echt ongelooflijk. Hoe unfair kan je een game maken? Echt. Ja, dat is Sableye. Dit is echt... Ik zou bijna serieus Papieke Hex alleen al om de Gardevoir naar vrouw te maken te doen. Dit is gewoon zwaar kansloos. Ik kan niet... Ik kan hitten, maar ik word de hele tijd immobilized beloofd. En elke keer als ik de Shadow Ball doet, omdat de Special Defense is gedropt, moet ik elke keer healen. Dus ik ben weer een hit qua hit verder. Het is echt ongelooflijk.
Wil je een poging wagen of wil je de aflevering beëindigen? Poging wagen? Ik zit toch nog in battle? Nee, precies, dat je hem afmaakt. Nou, ik heb een Thunderbolt. Ja, ik heb haar niet verslagen. Oké. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later. Doei.